In het jaar 1969 brak Ajax internationaal definitief door. Mede door een historische overwinning op Benfica bereikte de ploeg van Michels de finale van de Europa Cup 1. Ondertussen werd de ploeg ook voor de reclame een interessant medium. We zijn precies 40 jaar na dato, hè? 1969. En we hebben nu 2009 en dat was het gouden jaar waarin Amstel zich met dit prachtige bierblikje presenteerde. Niet Amstel alleen, moet ik zeggen. Het was een initiatief van de blikfabrikant Thomas en drijver Verbliva uit Deventer. Die wilde het blik op de markt zetten. Wij wilden goed koketteren met Ajax, want Ajax was al jaren een afnemer van ons. En we hadden Ajax natuurlijk in de watten gelegd. Maar Ajax heeft ons ook goed gesupport altijd als Amstel bier. Dit elftal was goud waard. Dit was fantastisch. Maar ja, nu moet ik nog even kijken. Wanneer dat blikje is uitgebracht eigenlijk. Hè? Wat ik me nog wel kan herinneren is dat we in de meer gingen trainen. Dat Michels zei van jongens, we gaan nu even in de wedstrijd nu het veld op. Want er moet even een foto gemaakt worden. En daarna gaan we gewoon trainen. En dat is deze foto is dat geweest. Daar staan we met 16 man staan we erop. Ik denk dat het voor de eerste finale in 69 is uitgebracht, deze blikjes. Want aan de selectie te zien met Inge Danielsen, de Zweed, prachtige voetballer, scorende spits. Ja, ik zie hier Michels natuurlijk breed uit lachen, trots en naast Gert Bals en aan de rechterkant dan Barry Hulshoff. Goh, en groot en Cruyffie natuurlijk. Ja, en dat is enorm succes geweest, de verkoop van dat blik. Wij hebben dus een melkzaak gehad in die jaren en in de Terkatenstraat. En toen het blikje op de markt kwam, toen hebben we daar duizenden van verkocht. Ik had mijn hele etalage, het was niet zo groot, maar toch 4 meter breed. Je stond alleen maar vol met blikjes bier van Amstel. En als ik me niet vergis, 49 centen voor een blikje bier met een foto van Ajax erop. Ik zei, nou, we hebben ze bij duizenden verkocht. Echt onwaarschijnlijk. Ja, het werd al direct een collectors item. De voetballers die namen al gelijk een tray mee onder de arm, gingen daarmee naar huis. Later in het stadion werd het verkocht en getoond en gedaan. En het werd met zoveel enthousiasme ontvangen dat we konden het niet aanslepen als brouwerij. We hebben wel een treetje gekregen. En de inhoud is ook genuttigd. En omdat het een collecten-item was, heb ik die blikjes weggegeven aan jongetjes die aan de deur kwamen voor een handtekening. En dan gaf ik ze zo'n leeg blikje mee. Ik heb er echt eentje van bewaard. Dit is echt het blikje wat bij mij in de winkel gestaan heeft. Die heb ik zelf apart gehouden. Ja. En die gaat niet weg ook. Die blijft hier. Felibor Vasevic, rots in de branding. Theo van Duivenbode, die later naar Feyenoord is gegaan. Ja, mijn persoontje, ja, ik speelde nog een bijrol. Wat vond je ervan om op een bierblikje te staan? Nou ja, ik vond het niet zo erg. Ik lustte het ook wel hoor, bier. Ik vond het wel lekker. Want, het was een goede dorslezer. En als je zo succesvol bent, dan mochten we ook wel een biertje drinken in de afloop. Het is bij dat ene blikje gebleven destijds, ondanks dat het een groot succes was. Ja, ik denk dat je jezelf niet moet herhalen daarin. Het was een heel aardig iets. Het is een promotie geweest die insloeg als een bom. En dan moet je daar niet op blijven doorborduren. Je moet andere dingen bedenken. Ik stel voor dat Amstel weer opnieuw gaat beginnen. Met er elk jaar uitbrengen. Het lijkt me een succes. Ik weet het niet. Het is misschien een idee voor ze. Het is commercieel is denk ik wel interessant. Een blikje met een Ajax-elftal erop. En ga je dan weer een melkzaak beginnen? Nee, zeker niet. Als Ajax weer doorgaat op dit niveau, nou dan denk ik, zie ik het wel zitten voor zowel de club als de brouwerij. Proost. Ajax. Op weer een nieuw succes. Ja, wat een heerlijk blik, hè? En wat een prachtige tijd.